bij Sport 071 Workouts. Mijn naam is Maaike en we staan hier bij Sport City in de Stenen Schuur. Nou, is het niet fantastisch? We gaan een body shape les doen, althans jij en ik. Korte warming-up en in de kern doen we een Tabata-structuur. Dat klinkt heel interessant. Dus gewoon 20 seconden werken, 10 seconden rust, enzovoort, enzovoort. En een korte cooldown. Are you ready? Zorg dat je een handdoekje bij de hand hebt, een flesje water en een beetje ruimte om je heen en dan komt het allemaal goed. Yes! Alright, voeten staan ietsje uit elkaar. We beginnen de warming-up zonder muziek. Waarom? Ik heb gewoon helemaal geen zin in die muziek, joh. Kom straks wel. Voeten onder je heupen, borst is op, rug is lang. Nou, zak even laag in een squat. Laag in een squat, zet je handen neer. Strek je benen uit en kom met een rechte rug omhoog. Doen we nog een keer. Zak laag. Vier tellen ongeveer. Zet je handen neer, strek je benen uit en met een lange rechte rug omhoog. Laat hem even van de zijkant zien. Zak laag. Langzaam, langzaam. Strek je benen, lange rug omhoog. Doe nog twee keer. Zak laag. En die warming up, dat is echt maar een paar minuutjes. En dan gaan we gas geven. Nog een keer. Zak laag. Langzaam. Handen zit je neer. Strek je benen. Oké, nou, stap met je rechterbeen naar voren. Stap naar voren. Je maakt een lunge. En je wisselt van been. Andere kant. Links voor. Achter zijn knie. Ga loodrecht naar de vloer. En check even dit. Hou je romp recht op. En nogmaals, achter zijn knie. Loodrecht naar de vloer. Hoe meer je zakt, hoe zwaarder het wordt. Ja, lijkt me logisch. Stap naar voren, loodrecht naar beneden en je wisselt. En ik weet bijna zeker dat je je handen hier hebt. Maar dat moet je nou net niet doen. Gewoon je armen langs je lichaam laten. En niet zo heel erg gaan fixeren op die romp. Die wil ik juist dat je die gaat corrigeren zelf, zonder dat je je handen hiermee zet. Laatste keer op links. Dan gaan we even terug naar die squats. Komt ie weer, langzaam. Laag, zakken. Handen zet je neer, strek je benen uit en omhoog. Doe nog een keer. Zak laag. Langzaam, langzaam. Zet je handen neer. Stap naar voren met rechts. Lunge. Stap naar voren. En ik weet niet, wissel, andere kant. Ga gewoon door, hè. Je ziet mij, maar hoe vind je die omgeving dan? Hoe tof is dat? Dat is wel een van de mooiste locaties van Sport City, hoor, kan ik je vertellen. Ja. Squat laag, zak laag. Langzaam, langzaam. Handen neer. Strek je benen en op. Nog eentje. Zak laag. Handen neer. En op. Stap naar voren. Lunge. Laag. Hands op. Wissel. Eentje. Alright, schud je benen los. Schud je armen los. Are you ready? 3 setjes. Tabata. Buik, billen, benen. Hoe wil je nog meer? Oké? Okay? Ik zeg, we gooien een muziekje bij en dan gaan we starten. Oké. Rechtervoet, zet je even neer. Diagonale lijn. Enig wat je doet, alleen maar herhalen. Trek je knie op. En je weet het, hè? Hou je aan de kant. Dat is niet de bedoeling. Alleen maar in je eigen tempo. Kom op. Rust. 20 seconden werken, 10 rust. Lijkt simpel, toch? Wacht maar. Nog een keer. Zelfde been. Go! Misschien wil je eigenlijk dit doen, dit soort dingen. Dat kan ook. Maar dat is even niet de bedoeling nu. Dus zak ietsje door je standbeen. Knijp tussen die ribben om je core sterk te houden. En alleen maar herhalen. Rust. Changé, andere kant. Linkervoet, zet je neer. Zak weer ietsje door de standbeen. Rechte knie, diagonaal. Yeah. Weet je wat ik altijd heb? Als ik ga inspannen, krijg ik al snotneus. Niemand die het snapt. Maakt mij niet uit. Niemand die het ziet, behalve jij en ik dan. Ga er vandoor. Rust. Schud je benen weer los. Nog een keer. Linkerkant. Ja, yep. Kom maar. En nog een keer. Alleen maar herhalen. Kom maar. Je moet die billen een beetje voelen branden, als het goed is. Andere oefening.
Rechterbeen, net in de warming-up gedaan. Alleen met de rechts naar voren. En dan stap je hem ook naar achter. Ja, dus naar voren. En naar achter. Dus naar voren. Stap naar achter. Nou dan. Ik ga hem even aan de zijkant zien. Ik ga gewoon door. Dus, voor. Zelfde benen. Krijg je dat? Ja! Rechterbeen weer, hè? Stap naar voren en achter. Lunch naar voren. Lunch naar achter. Zoek je balans. Romp is weer rechtop. Knoppen door en door. Ben er bijna. Rust. Wissel, andere kant, zelfde verhaal, lunge voor en achter. 4, 3, 2. Yep, kom maar. Weet je wat nou het voordeel is? Als je in structuur bent, van je been. Dat kan zomaar, maar jij moet doorgaan. Ga door, naar voren en achter. Rust. Nog één keer op links. Dan hebben we een minuut rust. Een hele minuut. Dus deze kan je ook. Yep, kom maar. Ga door, ga door. Voor en achter. Vier benen. Ik weet niet van jou, maar ringen wel. Nog een door. Rust. We hebben één ronde gehad. Drink wat. Zweet van je voorhoofd, mocht het nodig zijn. Met je handdoekje. En dan gaan we naar set 2. Set 2 is meer voor je billen. Oké? Okay? Hoor je dat? Hoor je dat? Dat. Sorry. Het is wat het is. Schud je benen los. Setje 2. En origineel staan we daar gewoon één set. 4 minuten, 20 werken, 10 rust, keer 8. Even rekenen, dus 4 minuten. Nu doen we 3 setjes. Ja, omdat het kan. We beginnen zo meteen met een normale squat. Dus voeten hou je op je heupen. Span je core gewoon weer aan. Borst is op. En dan zak je door je bovenbenen en reken je. En dan maken we een squat. Hoor je die victory muziek? Zo van, ja, dat heb ik gedaan. Nog heel even. Leg je watertje weg, handdoekje weg, kom staan. Set 2. De billen. Yep, kom maar. Okay, en in je eigen tempo, hè. Dus je mag langzaam zakken. Of wat sneller wat je wil. En dit is echt belangrijk. Hoe dieper je zakt, hoe beter. Zolang je rug lang blijft. Ja, dus kijk uit als je dit gaat doen. Hou die rug lang. Dus als op, rust. Dus de eerste 20 seconden. Dus even nadenken. 20, 10, 20. Ja, komt weer. Tweede. Squats. Adder. Meezingen mag, hè? I like to move it, move it. You like to move it. Ga door, ga door. Je was even afgeleid, hè? Ja. Alright, we gaan verder. We blijven bij die squat. Enige verschil, je maakt een squat en je lift je hielen. Dus je maakt jezelf ietsje langer, ietsje groter. Ja? Fire! Lift je hielen. Ga door, ga door. Lift je hielen. Ja, 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 ja. Ja, ga door. Kom op. Go, go, go. Harder. Zak echt goed door je knieën. Knijp je die billen op het moment dat je omhoog komt. Rust. We willen putloze billen deze zomer. Geen idee, want misschien kunnen we hem niet aan schallen. Maakt niet uit. Daar gaan we voor. Ja, kom maar. Dit was je herhaling 4. Ja, doe. Zo. Go, 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 go. Lift je hielen. Ga door. Zo. Rust. Kleine verandering weer.
Het blijft een squat. Alleen nu maak je triple pulses onderin. Dus drie kleintjes onderin. Check. Drie. En lift je hielen. Lift je. Move it. Ga nog en nog en door. In je eigen tempo, hè. Kom op. Je lijkt te move it. Woe. Pijn is allemaal psychisch. Rust. Die doen we nog een keer. Stel het tussen je oren. Het is er niet. Het is voor het goede doel. Het is voor jezelf. Niet voor mij, maar voor jezelf. Ja, kom maar. Trippels. Go. Lift. Woe. Adder. Zo. Head in. Zo. Lift. Oké, dan doen we nog een keertje, ja? Ja, we houden nog even vier. Drie. Twee. Yes! Dan zo. Harder. Running. Lift. Je bent er bijna, hè? Zet twee eindneus in zicht. Hop. Rust. Ik zeg, doe het nog een keer. Alleen in plaats van heel lift, maak je er een klein sprongetje bij. Als het lukt. Als het kan. Oké, terug aan het. Yeah! Dit is een jump. Kom maar. 3, 2, woe. Verder. Kleine sprong. Als je niet kan of wil springen, doe je het niet. Hou je gewoon heel lift. Ook helemaal goed. Ja, ga gewoon door. Kies je optie. En lift. Rust. Dat was je tweede ronde. Drink wat. Dat is een reclameblok. Check. Sport City. Lidl. Ja, het is belangrijk. Vocht is belangrijk, hè? Je wil nu weten wat je verliest. Als hij maar een kwartiertje wil doen. Of 20 minuten. Alright. Kom even op adem. Schud je armen benen los. We gaan naar de vloer. Dus pak je handdoekie, leg hem neer en de laatste set is meer core, oké? En wel eens naar je core, hou je hoofd, je armen en je benen eraf en hou je core over. Nou, lekker simpel. Oké, je gaat liggen op je zij, ik laat hem alvast zien, onderste arm in een hoek van 90 graden. Het onderste been hou je licht gebogen. Andere been strek je uit. Dan duw je je heup omhoog. Kom maar liggen. Heb je hem? Strek je arm uit. En hou vast. Dus dit is level 1. Side planking. Sluit die ribben weer. Doe je borst iets op. En je arm is in het verlengen van je schouder. Alright, wil je zwaarder? Strek je onderarm ook. Onderarm. Beetje gek. Onderbeen natuurlijk. Strek je ook uit. Alright, hou vast. Abbas. Ik kom altijd terug, hè. Rust. Ik zet het nu nog een keer. Doe maar nog een keer. Why not? Komt ie weer. Lift jezelf op. Strek hem uit. Abbas. Hey, en dit. Ik moet even met je praten. Terwijl jij zo ligt, hè. Precies aan het moment, hè. Span die kop daar. Sluit die ribben. Na moet je trekken, daar praat je niet over. Dus die ribben sluiten. Ja. Alsof je stomp in je maag krijgt en die moet je opvangen. Dat is je core aanspannen. Oké? Wissel van kant. Andere kant. Alright, hetzelfde verhaal. Hoek van 90 graden. Onderste been ligt boven. Lift. Level 1. Wil je meer? Level 2. Oké? Abbas. We gaan nadenken wat je straks gaat eten en zo. Nou, wat zal ik nou eens gaan eten zo meteen? Boodschappen doen. Wat ga je dan halen? Rust. Ik weet niet of je door hebt, hè, maar ik probeer gewoon af te leiden. Zeg het even. Nog een keer. Zijkant. Yes. Kom maar. Abbas. Blijf door ademhalen. Laat je heup niet zakken. Niet verslappen nu. Kom op. Yeah.
plek. Dus je maakt een knik in je taille. Zie je dat? En je schuift eigenlijk als het ware je onderrug en je billen van rechts naar links over de vloer. That's it. Knijpen, knijpen, knijpen. Daar. Rust. Alright. Het is een hele charmante oefening trouwens. Misschien ben je eentje, dus maak niet uit. Niemand die je ziet, joh. Hè? Doe het nog een keer. Twist. Kom maar. Go, 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 go. Rechts en links. Voor die core, die buikspieren. Ah. Dan maar door. Houd. Laatste stukje. Alright, nog 2 keer 20. Kom in een hoge plank. En als ik rechts zeg, tik je rechter schouder aan. Als ik links zeg, tik je links aan. Rechts, links, rechts. Woe! Hou vast. Links. Rechts. Ga gewoon door. Links. Rechts, links. Ga door, links. Ga door, rechts, klop. Nog een keer links dan. Rust. Toch? Ja. Oké. Iedere keer als je los bent, moet je echt extra je core aanspannen. Zo min mogelijk wiebelen. Hoge plank. Rechts. Nog een keer rechts. Links. Laat maar door. Ik laat hem van de zijkant zien. Optie is op je knieën, mag ook. Rechts. Links. Rechts, links, rechts, links, links, rechts, links. Rechts, kom op. Laatste stukje. Ja, je bent er al. Je bent klaar. Ja. Alright. Leg even je hand op je weg. En kom staan. En dan dacht je bij jezelf, ik lag net zo lekker. Rust. Alright, muziek gooien we uit. Schud je benen los. Adem in door de neus. En blaas uit. Ja, top gedaan hoor. Adem in. Ik zeg niks meer aan doen. Ja. Adem in. En blaas uit. Dan pak even je rechter enkel. Knieën hou je naast elkaar. Quadriceps, dus je voorkant van je bovenbeen. Klinkt heel interessant, quadriceps, gewoon voorkant bovenbeen. Ja. Zelfde been, zit je naar achter. Tenen wijzen naar voren, duw je heel in de vloer. Voor je stretch voor je kuiten. Handen zit je voor je, schouderbladen uit elkaar. Tegelijkertijd bovenkant rug. Maar ik ga hoor. Wissel, andere kant. Linker enkel, knieën weer naast elkaar. Zoek je balans. Als je gisteren een feestje hebt gehad met veel alcohol, is de balans altijd lastig. Volgende dag. Dan kan je jezelf natuurlijk vasthouden. Oké, hier weer in de vloer, tenen wijzen naar voren, handen pak je achter je rug. Stretch voor je borst, kijk ietsje schuin omhoog. En dan heb je gewoon in 20 minuutjes heb je gewoon lekker je benen getraind, billen en je core. Nou, top! Oké, draai je schouders naar achter. Draai ze naar voor. Adem in door de neus. Nog een keertje. Blaas uit. Laatste keer. Adem in. En blaas uit. Sportdeel 71 workout, jongens. Dank jullie wel. Be safe. Be healthy, uiteraard. En dan hoop ik jullie heel snel weer gewoon live te zien in de lessen. Ciao!